vanwege zijn passie voor kunst, werd hij de eerste in de familie die ging studeren. Maar het lukte niet en hij zakte voor zijn eerste jaar. Het leek erop of hij nooit meer verder mocht gaan. Die zomer werkte Andy samen met zijn broer, een rijdende groenteboer. Als het rustig was, tekende hij de vreemde figuren die groenten kwamen kopen. Toen een docent de tekeningen zag, mocht Andy zijn studie vervolgen. Na zijn afstuderen stapte hij op de trein naar New York, vastbesloten door te breken als kunstenaar. Andy presenteerde alledaagse dingen op een manier die niemand ooit gezien had. Zoals zoveel pioniers voor hem, zocht hij de grenzen op van wat nog kunst was.